Het is nou de hoogste tijd voor een weer een heel ander type pep talk. Wat misschien helemaal bijna wel niet in deze sequence en sessies thuis hoort. U zult werkelijk denken, wat gaat die weerman hier nou vertellen? Gaat hij nou vertellen dat de winter werkelijk niet meer komt? Of dat er nog een Elfstedentocht komt? Nou, daar wou ik het eigenlijk maar even helemaal niet over gaan hebben. Want het is toch een beetje bedoeld als een pep talk. Ja, pep talk. Dus ik ga u in een sneltreinvaart een aantal dingen laten zien die toch wel, denk ik, iets te maken hebben met het programma van deze dag. En dat begint dan een beetje met klimaatverandering. Daar doe ik heel erg veel mee en daar reis ik als het ware de wereld voor rond om mensen duidelijk te maken dat het echt serieus is wat er gebeurt met klimaatverandering. En tegelijkertijd merk je dat die boodschap op een of andere manier niet altijd even duidelijk aankomt. En dan kan ik wel aankomen met temperatuurgrafieken. Dan moet je eens kijken hoe hard dat gaat. Maar dan heb je al gauw mensen die zeggen van ja, maar vanaf 1998 stijgt de temperatuur niet meer. Dus dat valt allemaal wel mee met global warming. En dan kan je praten als brugman en zelfs een plaatje erbij halen van de oceaantemperaturen in dezelfde periode, waaruit blijkt dat de temperatuur wel degelijk nog steeds stijgt en het alleen maar sneller gaat. En dan nog zijn er heel veel Nederlanders en Twentenaren die denken dat het allemaal wel meevalt met global warming. Dus wat moet ik nou doen om de mensen mee te krijgen in mijn verhaal? Om ze te laten participeren? Nou, misschien wel om de mensen een kans te geven om mee te gaan. En dat is eigenlijk toch iets wat ik zo direct wil laten zien. Want mijn stelling is eigenlijk heel simpel. Global warming is 100% zeker. En het is 100% zeker dat het komt door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. En toch is bijna de helft van de Nederlanders van mening dat het allemaal wel meevalt. Dus dan neem ik de mensen eigenlijk het liefst allemaal, maar dat kan dan weer niet, mee naar de Noordpool. Moet je ook niet willen, want dan wordt het helemaal niet zo gezellig daar. Of misschien juist wel, maar het ijs van de Noordpool, daar kun je heel duidelijk merken dat er wel degelijk iets aan de hand is met deze planeet. Eigenlijk kun je het ook dichtbij zien als je op vakantie gaat naar Zwitserland of zo, dan kan je gewoon zelf met eigen ogen constateren hoe snel die gletsjers verdwijnen als sneeuw voor de zon. He, want dit is het plaatje van 2006 en dit is 5 jaar later. Nou, zie je het verschil? Dit geldt voor 95% van de gletsjers in de wereld. Dus er is wel degelijk wat aan de hand. En met de poolkap gaat het ook ontzettend snel. Het slinken van het poolijs gaat razendsnel. En daar kan ik wel zo een PowerPoint-presentatie geven om dat aan te tonen. Maar het is veel leuker om behalve grafieken de mensen dus inderdaad uit de eigen omgeving weg mee te nemen naar de Groenlandse ijskap. Want al die plaatjes laten zien dat het een paar minuten voor 12 is. En nog altijd, en dat geldt dus voor heel veel problemen, nog altijd zijn er ook heel veel mensen die denken dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. Nou, Groenland. We gaan even samen naar Groenland. Het land zo heel ver weg waar in het jaar 2012 570 miljard ton ijs in de zee is verdwenen. En dat is evenveel als 2000 vrachtwagens per minuut een jaar lang afvoeren. Zoveel ijs ging er in 2012 naar de haaien. Hetzelfde is een goederentrein met een lengte van 330 keer de omtrek van de aarde. Zoveel ijs in 1 jaar van de Groenlandse ijskap verdwenen. Groenland, dat land wat zo ver weg ligt en al duizenden jaren bewoond is en echt niet Groenland heet, omdat het vroeger groen was. Het kreeg zijn naam in het jaar 982 door een ex-gevangene uit IJsland die aan de groene kust kwam en ontdekte dat het daar soms best wel een beetje groen is. En dat is ook zo, want in de zomer kan je aan de Groenlandse zuidkust zelfs een beetje schapen drijven en misschien zelfs nog wel een oogst binnenhalen. Dat is Groenland. Nou, als je daar naar dichterbij gaat kijken, ik heb een expeditie georganiseerd naar Kangerlussuaq in het westen van Groenland. Op een of andere manier reageert hij heel vreemd. Hij slaat plaatjes over of, nou ja, we zijn alweer wat verder in het verhaal. Maar wat ik wilde vertellen, dat is eigenlijk, en dat is ook niet zo erg, want ik heb maar een kwartier voor een pep talk. Dus dat is misschien wel goed dat er af en toe een plaatje skipt. Hè? Dat is oké. Maar ik heb in 2010 een expeditie georganiseerd voor ondernemers in Nederland en mensen uit de politiek, voor zover mogelijk, en uit de media, om ze mee te nemen
en samen met mij stil te staan bij de schoonheid en de kwetsbaarheid van de Groenlandse ijskap. En daar neem je mensen dus mee uit hun eigen omgeving. En we zitten hier inmiddels in Groenland gebogen over de kaarten om de plekken aan te wijzen op de kaart waar wij global warming in actie gaan ervaren. Nou, u ziet hoe snel dat gaat. Het ijs is zomaar verdwenen. He? Zag u dat? Er lag een groot en nou is hij al weg. Ja, dat is heel mooi. Zo snel kan dat gaan. Nou, en dan kom je op die ijskap en dan wordt het ineens stil in het gezelschap. En eerst nog allemaal grote praatjes en druk. En oh, dan zie je die ijskap voor je. Alleen nog maar bergen van ijs. Het zijn directeuren van Nederlandse bedrijfsneven die eigenlijk ook nog nooit zoiets hebben meegemaakt. En 's avonds, ja, dan wordt het tijd om de tent op te zetten. Want niks is leuker dan kamperen. Maar dan wel op een plek zonder voorzieningen. Want dat is het ware kamperen. Het echte avontuurlijke kamperen is dan begonnen. En denk niet dat je zo'n tentje zomaar hebt opgezet. Want een haring in de grond slaan gaat niet werken. Daar heb je een ijsboor voor nodig, om maar wat te noemen. En ja, koffie zetten is ook niet zomaar gedaan. Want dan moet je eerst een bak ijs gaan smelten. Nou, en dat maakt het leven op die Groenlandse ijskap tot een waar feest, maar ook tot een grote uitdaging. En samen, participerend in die expeditie, ontspinnen de gesprekken zich over global warming, schoonheid en kwetsbaarheid van de ijskap. En daar heb je wel een tent, maar wat is er dan niet leuker dan buiten de tent gewoon op het ijs te gaan slapen? Er zijn geen ijsberen, er zijn geen muggen, er zijn geen wespen, er zijn geen enge beesten. En als je dan 's nachts op die ijskap je bedje hebt gespreid, dan zie je ook nog als troostprijs het Poollicht recht boven je slaapzak. Hoe mooi is dat? En dan kan je wel met kleine oogjes wakker worden, maar je hebt wel weer een nacht van je leven bijgeschreven. En dan is het 's morgens tijd voor het ontbijt en dat wordt dan opgewarmd in een een soort van aluminium zakje. Heel snel eten. Het vriest 5 tot 10 graden. Maar als je snel eet, dan blijft het nog een beetje warm. Deze ondernemers, nou ja, die hebben dus ook het ontbijt van hun leven. De zonnepanelen doen op de tentdakjes hun werk. Terwijl wij als expeditie de wandeling over de ijskap maken. In het glinsterende zonlicht. Over de glinsterende ijskap. Genieten, maar ook stilstaan bij het feit dat er allemaal van die blauwe linten een weg uitvreten door die ijskap. En die blauwe linten, dat zijn de smeltrivieren. En die smeltrivieren passen heel goed bij het verhaal van die 570 gigaton. Oftewel, dit zijn die 2000 vrachtwagens per minuut een jaar lang. Veel mooier dan vrachtwagens natuurlijk. Maar dit is wel het proces wat gaande is op die Groenlandse ijskap. En soms krijg je kippenvel, niet van de kou, maar vanwege de sensatie en spanning, als je op de rand van zo'n mega groot smeltgat in die ijskap staat en de ijsgids met een hele droge stem zegt: nou Renier, als jij even daar gaat staan, dan hou ik je wel even vast. En dan, nee, ik zal niet niezen, ik ben niet verkouden, ik laat je niet los en dan kan jij een fotootje maken. Nou goed, dat doe je dan. En dan kijk je in die diepte, 300 meter diep, recht naar beneden, waar het smeltwater zijn gat geboord heeft. Maar steeds maar weer wordt dat verhaal duidelijk van het verhaal wat er gebeurt in de wereld, op Groenland en eigenlijk ook van thuis in Enschede. Want dit is een internationaal verhaal wat overal te zien is, te voelen is en te ervaren is. En zo trokken wij een week lang over de Groenlandse ijskap. En omdat het een groot succes was, gaan we het in de komende zomer weer doen. Voor de Happy Few uit Ondernemend Nederland CQ. Nou ja, u bent natuurlijk ook van harte welkom, want wij zouden het heel goed vinden als ook mensen uit de politiek met ons gemotiveerd en geenthousiasmeerd worden op de Groenlandse ijskap om thuis een flink aantal stappen harder te gaan lopen op het vlak van duurzaamheid. Maar je krijgt pas echt de geest, denk ik, als je dit soort dingen zelf hebt meegemaakt. Niet altijd, maar het helpt wel. Hier staan we aan de rand van een reusachtig smeltmeer. En dit is de mega grote ijskap waar ik het over had. En in dat ijs zie je op ongeveer 50 meter hoogte een horizontale lijn. En dat is best apart. Maar het verhaal van dit smeltmeer is dat een week voor onze aankomst dat meer tot die rand vol stond. 50 meter hoog. Maar als dat water te hoog komt in dat smeltmeer, wordt de waterdruk zo groot dat de ijskap wordt opgetild en het meer in een paar uur tijd leegloopt. En de inhoud van dit meer, leegtijd 7 uur, inhoud van het meer is een paar miljoen vrachtwagens.
En dat ligt nu in de oceaan, terwijl het meer leeg is. Maar het meer vult zich iedere zomer opnieuw. En zo kunnen wij met eigen ogen iets meekrijgen van de essentie van global warming on Earth. Kamperen is hier trouwens wat makkelijker aan de rand van die ijskap. Gewoon op een weidje. Je kunt je haringen toch nog uit de tas halen. Het is allemaal een stuk makkelijker hier. Maar ja, en dan moet je weer koffie zetten. En dan heb je op Groenland gelukkig altijd water in de vorm van sneeuw of ijs. En als je veel water nodig denkt te hebben, ja, dan kan je heel stoer gaan lopen doen met 50 kilo ijs. Maar het komt toch wel op. Je gebruikt toch nog wel met 12 mensen heel wat smeltwater. En dan kijk je zo 's avonds tegen die prachtige muur van ijs. Maar die muur is niet stabiel. Die piept en knarst en die maakt geluid in de nacht. En grote stukken vallen er voor je ogen van af. En ook dat smelten gaat dus alsmaar door. In 2010 stonden we op deze plek en zagen het puntje van de heuvel boven de ijslaag uitkomen. En 2 jaar later, op dezelfde plek, was dit het uitzicht. Laat zien hoe snel het gaat. 5 meter eraf, langs de volle lengte van duizenden kilometers. En dat is dus het verhaal wat we hier, net zo kort als deze pep talk eigenlijk, maar ook daar in een week tijd hebben opgesnoven, hebben meegemaakt en mee naar huis nemen in een vrachtwagen. Vervolgens naar het vliegveld gaande, ervaringen uitwisselen, nog vol van het verhaal en nog druk met elkaar overleggende van wat gaan we nou thuis doen? Want dit is echt een issue. Ik ben directeur van dit bedrijf en ik maak dit, maar ik ga er dit aan doen. En het is geweldig om te zien dat die participatie in zo'n expeditie en die entertainment, dus je krijgt informatie, maar je wordt ook vermaakt op die ijskap, leidt tot een psychologie waarin je tot actie overgaat. En daarom is het toch een pep talk. En daarom is het toch nuttig om op deze manier bezig te zijn met een onderwerp. En eigenlijk kan je het terugvertalen naar het klein. Je zou ook net zo goed hier in Enschede wijk in kunnen gaan. Participeren met dingen die gebeuren. Daardoor opgeladen te worden en in actie te komen voor datgene wat je dus als gemeente belangrijk vindt. Want mijn vraag die beantwoord moest worden voordat de mensen die expeditie ingingen was, is dat tijd nog te keren en hoe gaan jullie, maar ook jullie, mij daarin helpen? Heel simpel, door de ander te groen af te zijn. En dat geldt voor al die ondernemers die mee waren op de ijskap, maar dat geldt ook voor iedere gemeente in Nederland. En het is mijn droom dat gemeente Enschede dus de andere gemeentes hieromheen, ik weet niet allemaal precies hoe ze heten, te groen af zullen zijn. Zodat die anderen een beetje jaloers worden hieromheen. Oh, dat willen we eigenlijk ook wel. Moet je Enschede zien. Allemaal zonnepanelen op de grootste vesten. Of nog net niet. Maar dat willen we ook. Nou, dus participatie, meegaan, de boodschap opsnuiven, ervaren, delen en in actie komen. Vandaar toch een beetje een pep talk. En als u mee wilt gaan in augustus 2014 of 2015, mijn e-mailadres staat erbij, dan kunt u altijd een mailtje sturen. Dank u wel. Dank.